voorafgaand aan het offerfeest wordt door de moslimbroeders en zusters het Eidgebed gehouden. Van het jaar was dat weer het geval op het Onafhankelijkheidsplein. Het gebed begon al een 7:45 in de ochtend voordat de zon hoog aan de hemel te zien was. Het plein was zoals gebruikelijk gedeeld tussen de mannen en vrouwen. Tijdens het gebed gaf de voorganger of imam aan dat het slachten van een offerdier tijdens Eid al-Adha gerekend kan worden tot een van de beste goede daden die de mens kan verrichten. Het is een prijzenswaardige vorm van ibada en behoort tot een van de belangrijkste geloofskenmerken en sterk nog aanbevolen daden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Dalika wa man yu'adhim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Zo is het en wie de gewijde tekenen van Allah eer bewijst, voorwaar, dat is door het vrezen van Allah in de harten. En, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Zeg, voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der werelden. Vanwege de maanstaand hebben twee groeperingen het Eidgebed gehouden. Het eerste deel is gisteren op Eid al-Adha zelfs gehouden op het Onafhankelijkheidsplein door de Surinaamse Islamitische Stichting, de SIS. Vanmorgen is het Eidgebed door de Surinaamse Moslim Associatie, de SMA, gehouden te Livorno. Minister Brontosum Mohadjo van Binnenlandse Zaken zei dat het een belangrijk feest is waarvoor je bereidwillig moet zijn om te willen offeren. Volgens Michel Souban, voorzitter van de SMA, gaat het bij principes van het moslim zijn niet alleen om dieren offeren. Van ons feest dat je bereid moet zijn om te offeren, gehoorzaamheid aan de almachtige, dat niets gratis komt, je moet er hard voor werken. Onze profeet Abraham moest zijn zoon opofferen van de almachtige, uit gehoorzaamheid deed hij dat. Hij was bereid om afstand te nemen van datgene waarvan hij hield. Toen heeft de almachtige gezegd, nee, we gaan daarvoor een offerdier zetten. We leren veel, we leren nogmaals. Leren offeren, leren afstand te nemen van alles wat je lief is. Leren dat je maar een toerist bent hier op het aardse, dat je maar een doorgangsreiziger bent en dat dit maar een tussenstation is. Het moet zijn de godvriezendheid, de vroomheid en de nederigheid en onderdanigheid aan de schepping van de ene ware God, Allah subhanahu wa ta'ala. Wij moeten broederschap, saamhorigheid en vrede bevorderen met dit offer. Dan gaan wij ze allemaal blij maken met een stuk vlees, dat moslims onderling, rijk en arm, ook kunnen genieten van deze bijzondere dag. Na het gebed wordt er overgegaan tot het slachten van verschillende runderen.